En welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag. En ik ben een beetje laat met opnemen. Het is inmiddels al 7 minuten voor 7. En ik begin nu pas de vlog. Ik heb het een beetje druk gehad net. Visite gehad. En nog even op Skype gezeten. En daarom dus laat deze vlog. Ik heb het verschrikkelijk koud. Ik heb weer de hele dag weer in de kou gestaan. En ik heb de kachel aan. En brrr, ik loop nog steeds te rillen van de kou. Ja, ik vind het. Ja, het is echt hartstikke koud is het. Maar ja. Nou, ik ga vanavond misschien weer live streamen. Dat weet ik nog niet zeker. Het is altijd een verrassing. Hè, of dat het er mensen zijn of mensen er niet zijn. Maar ik ga vanavond in ieder geval weer Grand Theft Auto 5 livestreamen. En dan gaan we wel kijken wie er allemaal komen. Ja, ik heb niet veel te melden. Ik heb vandaag weer de hele dag gewerkt met Kevin. Met Kevin toch. En was wel erg gezellig. En morgen moet ik ook weer werken. En dan is de dag gelukkig weer door midden. Of de week weer door midden. Dan is het alweer woensdag. Het gaat hard deze week. Ik ben met de vlogs ben ik aardig bij. Ja, dat is aardig bijgelopen. Ik heb gisteren. Ik moet er alleen nog uploaden, dat nog. Maar de vlogs zelf zijn bijna allemaal al online. Voor de aankomende week. Dus voor jullie de afgelopen week, maar voor mij de aankomende week. Dus vandaag. Dus het gaat lekker zo. Ik ben lekker ruim op schema. Nou, de datum van de Efteling is inmiddels ook bijna bekend. Dat wordt waarschijnlijk 12 december. En dat is precies op mijn verjaardag is dat. Als het goed is gaan we dan naar de Winter Efteling. En daar zal bij zijn Kevin, Joost, ik in ieder geval. Waarschijnlijk Ricardo, Ramon en Jan. Is er ook bij onze Jan, onze voorman van het werk. Die zal ook waarschijnlijk aanwezig zijn. Hartstikke leuk in ieder geval dus. Dus dat wordt wel een ontzettende gezellige dag. En ik ga waarschijnlijk binnenkort volgende maand. Ik denk dat het januari pas wordt. Maar dan denk ik wel dat ik hem ga halen. Of anders februari. Ik ga een Efteling abonnement halen. Ja, ja, ik ga ook naar de Efteling. Ik ga de Efteling abonnement halen. En dan wil ik naar de Efteling, vaker naar de Efteling toe. En dan wil ik daar ook gaan vloggen. Wordt wel gezellig. Ik zal in ieder geval een hoop keren zal ik Quincy tegenkomen, Kevin en de hele andere gang. Zal ik wat vaak tegenkomen, maar ik zal ook mijn eigen privé vlogs gaan maken in het park. Dus binnenkort als je zin hebt om mij te ontmoeten. Ik ben in de Efteling dan in ieder geval heel vaak te vinden. Nou, mijn telefoon is er komen en gaan. Ik krijg alleen maar berichten op mijn telefoon elke keer. Ik weet niet wie er nou allemaal berichten loopt te versturen. De vorige waren allemaal reclames allemaal. Zie je, nog een reclame en nog een reclame. Allemaal reclame over een of andere vriendschap. En dan moet je je vinger ergens ophouden, weet ik voor wat, op het venster. Ik weet het allemaal niet, het is allemaal van dat reclame shit. En ik reageer daar bijna nooit op. Want ik heb er een beetje een hekel aan reclames. Ik ben niet zo'n iemand die dan een bericht krijgt van joh, je moet dat doen voor vriendschap, weet ik voor wat. Ja, ik reageer daar meestal nooit zo op. Ik ben niet zo van die berichten, daar hou ik niet zo van. Dus, maar in ieder geval wel leuk dat ze naar mij gestuurd worden. Maar ik zelf reageer er bijna nooit op. Ik vind dat niet echt. Ja, dat is niet echt mijn ding. Iedereen heeft zijn eigen ding. En dat is nou niet echt mijn ding. Nou, ik ben voor de rest nog even verder videofilmpjes aan het kijken. En ik ga het zo even verder. Want Berenvlucht 3.0 van Kevrides is online gekomen vandaag. Dus die ga ik even kijken. Want ik ben best wel benieuwd. Hij duurt best wel even een tijdje. Hij duurt ruim 1 uur en 3 kwartier. Dus daar ben ik voorlopig nog wel even mee bezig. Om dat allemaal te bekijken.
En ik ga dadelijk ook nog live streamen over 1,5 uur. Dus nou ja, dat moet dat wel kunnen redden. Ik ga gewoon wel kijken en anders dan kijk ik gewoon morgen nog een stuk ervan. Kijk wel hoe ver ik kom. Nou, voorlopig was dit het eventjes. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Ik ga dadelijk de livestream al zetten om 9:30. En dan gaan we wel zien wat het wordt. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. En misschien ga ik nog wel even skypen. Ik weet niet of dat er nog mensen op Skype komen. Maar ik ben tegenwoordig ook heel veel op Skype. Dus dat is ook wel leuk. En dan ben ik ook met een vriendenclubje ben ik daar aan het kletsen. Dus dat is ook wel hartstikke gezellig en leuk allemaal. Nou, ik ga er vandoor en ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ga richting mijn bedje. Ik heb het alweer gehad voor vandaag. Het is bij 12. En ik ga lekker naar bed toe. Ik ben zat. Ik heb vandaag niet meer gelivestreamd. Ik had er geen zin in. Ik heb lekker op Skype gezeten. En ik heb weer een nieuwe Skype-vriendin erbij. Was hartstikke gezellig. Ze kwam uit België. Ik ben even de naam kwijt. Maar het was in ieder geval hartstikke gezellig. En we hebben even gezellig even een uurtje zitten kletsen. Nou, zo, ik ga het eventjes leggen erbij. Ik ben een beetje moe. Ik ga echt naar mijn bedje toe, terwijl Dribbel ook weer aan het knorren is. Dribbel, ga eens weg. En ja, ik heb het wel weer gehad voor vandaag, jongens. Morgen weer werken. Morgen de dag door tweeën. En dan moet ik nog even kijken. Dan moet ik nog 2 dagen daarna. En dan is het weer weekend. Weekend weet ik nog niet precies wat ik ga doen. Dat gaan we nog wel zien wat ik wat weekend ga doen. Ik hoop dat het wat beter weer wordt. Want het was nogal slecht weer afgelopen weekend. En daarom dus geen buitenvlog vorige week. Dus ik hoop eigenlijk aankomend weekend wel weer een buitenvlogje op te nemen. Dat lijkt me wel leuk. Ja, het is toch... Toch wel leuk om even op een andere locatie te filmen. Elke keer hier in deze woonkamer, dat gaat ook op een gegeven moment een beetje vervelen. Nou, was ik natuurlijk wel zondag even dat park in geweest. Dat was wel even weer een leuke... was wel weer even leuk. Even weer wat anders in plaats van elke keer maar saai in die woonkamer hier te zitten. Dus vandaag... Nou, ik ga lekker afsluiten. Morgen hoef ik niet meer naar Rotterdam toe. Ben morgen weer gewoon in mijn eigen wijkie. Ga ik aan de slag. En ga ik dus lekker weer aan het werk. Weer in mijn oude vertrouwde omgeving is ook wel weer eens lekker. Dus vandaag. Nou, ik ga hem neerleggen. Ik moet even kijken of dat... de PlayStation was uit. Ze had ik niet meer aangezet. Stekkers zijn eruit. Ik moet even de batterij even opladen. Hé, hey, kijk. Wat ben jij aan het doen? En nou ga je gauw weg. Nou ben ik het zat. Poquito, kom maar. Poquito. Het moet niet gekker worden. Een live gevecht in mijn vlog. Nou. Jongen. Dat had ik ook niet gedacht dat dat zou gaan gebeuren, zeg. Jongen, nou. Hé. Hey. Ga jij me vechten? Allebei, hè? Lief zijn voor elkaar. Af en toe, jongens, dan vechten ze elkaar de tent uit. Het is ongelooflijk, die twee. Ze kunnen zo lief zijn... Maar af en toe, ongelooflijk, die beesten. Waar was ik eigenlijk gebleven? Morgen dus lekker weer in mijn eigen wijkje werken. En ik heb ook niet meer contact vandaag opgenomen met de appgroep. Want ik had eigenlijk niet zo zin om te livestreamen. Dus ik heb het lekker zo, bij deze heb ik het gehouden...
Ik had het over aankomende weekend. Ja, dan wil ik toch wel weer een buitenvlogje opnemen. En ja, dat lijkt me wel leuk. Weer even een ander. Of misschien ga ik wel even om een ergens anders op een locatie. Dat lijkt me ook wel weer eens leuk om dat te doen. Ik weet nog wel een leuk plekje waar ik eigenlijk ook best nog wel een keer een vlog zou willen opnemen. Dus misschien ga ik dat aankomend weekend wel doen. We gaan het wel zien. Nou, ik ga in ieder geval afsluiten hier bij deze jongens. Ik ga nog even kijken of dat de kust veilig is. En dat ze elkaar niet weer de hersens inslaan. Hè, Bukito? Want dat is af en toe is het ook. Het zijn ook af en toe net kleine kinderen. Ik ga het hem neerleggen aan deze kant, jongens. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe of zwarte of grijze of weet ik van wat voor pimpelpaars kleurtje het heb. Doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex en druk bovenop het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of als er een nieuwe livestream bezig is. De groetjes allemaal en skabbedi, skabbedoe, skabbedabbedoe.